Goeiedag. Vanochtend vroeg scheen de opkomende zon prachtig tegen de bewolking aan, waardoor we een hele kleurrijke zonsopkomst hadden in een groot deel van Nederland. Nou, in de loop van de dag nam de bewolking verder toe, maar met name in het zuiden en oosten was er toch ook nog wel geregeld ruimte voor de zon. Toch gaat de bewolking wel overheersen de komende 24 uur en dat heeft te maken met de passage van een zwak front. Veel neerslag wordt daarbij niet verwacht, maar her en der kan er wel wat hele lichte regen vallen. En vervolgens komen we weer in wat heldere lucht terecht, met name zaterdag kan dat toch wel vrij veel zon geven. Op zondag zien we een nieuw front vanuit het westen passeren. Dat zal vooral in het noorden een enkele bui geven. Maar ook dan zijn grote neerslaghoeveelheden waarschijnlijk niet aan de orde. Nou, ook vanavond en vannacht is het overwegend droog. Maar vanuit het westen raakt het dus wel overwegend bewolkt. Misschien dat later in de nacht in het zuidoosten een spatje regen valt. Maar veel stelt het allemaal niet voor. Temperaturen niet veel lager dan 15 graden. En er staat een zwakke tot matige wind uit het oosten. Morgenochtend is het ook nog tamelijk bewolkt. En dan trekt een gebiedje van west naar oost over het midden van het land, waaruit wat hele lichte regen of een enkele bui kan vallen. Later zien we vanuit het westen de zon steeds beter doorbreken en die opklaringen breiden zich vervolgens naar het oosten uit. De middagtemperatuur ligt tussen de 20 en 25 graden en dat is vrij normaal voor deze tijd van het jaar. De dagen daarna wordt het wat warmer. Gemiddeld over het land wordt het de hele komende week zo'n 25 graden. In het zuiden betekent dat vaak temperaturen van 27, misschien wel 28 graden. En daarbij is het weerbeeld vriendelijk met geregeld ruimte voor de zon. Alleen op zondag en maandag zou er een enkele bui kunnen vallen. En in het binnenland kan daarbij dan ook lokaal onweer voorkomen. Ik wens u nog een mooie dag.